De grote ambitie van Maat en Daad was en is dat wij voor onze medewerkers met een arbeidsbeperking, dat wij ervoor willen zorgen dat zij gewoon hun werk kunnen doen. Net als ieder ander in de gemeente Amsterdam. En dat doen we door zowel op hele specifieke vragen van medewerkers, daarvoor te zorgen dat zij zo snel als mogelijk dat hulpmiddel krijgen wat ze nodig hebben. En tegelijkertijd zorgen dat dat ook structureel verankerd gaat worden in de organisatie. Nee, we zijn begonnen door collega's bij elkaar te brengen uit allemaal verschillende disciplines. We zijn met elkaar opgesloten eigenlijk 4 dagen in een ruimte waarbij we klantreizen hebben gemaakt. Van alles op allerlei mogelijke manieren hebben ons verplaatst in de betrokkenen bij het probleem van de arbeidsbeperkte collega. En aan het eind van de week hadden we eigenlijk een eerste concept waar we mee aan de slag konden. Na de 4 dagen hebben wij met elkaar afgesproken dat we 4 wekelijkse sprints gaan aflopen. Waarbij we echt steeds concrete doelstellingen hebben die we aan het eind van de 4 weken willen hebben behaald. En dat is eigenlijk door gewoon een doelstelling in hele kleine brokjes op te hakken. En die heel concreet te maken, zodat je aan het eind van die 4 weken ook die brokjes had gehaald. Ja, met zo'n klein team in zo'n hele grote organisatie werken, dat is ook wel een uitdaging. Maar het begint er eigenlijk al mee. We zijn met volgens mij 7 of 8 verschillende disciplines, met ieder eigenlijk best wel een groot netwerk. Dus als je dat met elkaar optelt, ja, dan weten we allemaal wel onze hazenpaadjes te vinden. Ja, dus dat is heel erg belangrijk. En dat doen we ook eigenlijk wel in de sprints. Omdat we met die verschillende disciplines zijn. We kijken naar zo'n discipline, maar we vragen ook aan elkaar van goh, ja, weet jij een oplossing of weet je misschien een weg die we kunnen bewandelen? Dus eigenlijk, we zijn klein, maar we hebben een heel groot netwerk en we zijn er ook gewoon creatief in. Ook heel erg belangrijk is dat iedereen het vermogen heeft binnen het team om steeds kunnen uitzoomen. Dus de grote ambitie nog steeds in beeld te kunnen hebben en dan weer in te zoomen naar wat is het concrete waar ik nu dan weer mee aan de slag moet. Het leuke was, we hadden als team helemaal geen teamleider. Het was echt een zelfsturend team. Waarbij we allemaal in die motivatie elkaar erg enthousiasmeerden. En als een keertje iemand er in een dalletje zat, stond er wel weer iemand op om diegene te helpen. Of als het team een beetje terugviel, er was altijd wel weer iemand die het karretje wel weer even trok. Dat is nog steeds een hele fijne manier van werken met elkaar. Ja.